Oh, ik krijg precies hetzelfde. 5 iron Really? ingot, 4 uranium ore, 4 gold ore, 8 nether quartz ore, een name tag, een eye of ender en een ender pearl. Hallo kijkers van Gas Games. We zijn weer met een nieuwe video en zoals jullie zien zijn we weer bij Forever Stranded. Ik ben hier vandaag natuurlijk niet alleen, ik ben hier weer samen met Guido. Hallo Guido. Ja, nee, tuurlijk. Durp zo voort. In ieder geval, mensen, vorige aflevering ben ik natuurlijk eventjes naar de stad geweest. Guido is ondertussen bezig geweest met rubber te verzamelen. Jij hebt ook rubberbomen en rubber heb jij nu. Oké, kijk. Ja, die had je Dit nodig is bij de muziek. echte rubber natuurlijk nog van Tekkit. Het ziet er ook precies hetzelfde uit volgens mij. Maar ik heb een heleboel items meegenomen uit de stad. Ik heb natuurlijk weer een heleboel van die broken spawners. Ik weet niet, hebben we daar een speciale kist voor? Nee, nou ja, ik gooi het hierbij in. Zo. Dit waren een beetje lootkisten, dus ik dump hier eventjes alles in wat ik heb gekregen. Ik heb golden apples mee kunnen nemen. Ik heb nog wat ardite ore. Ik heb nog wat smeltery dingen. We kunnen bijna een tweede smeltery bouwen als we zo doorgaan. Ik weet niet of het echt nodig is daarentegen, maar. Nou, ik zou bijna zeggen, laten we die smeltwiegel onder de grond maken. Komt weer nog wat warmte binnen, zeg tering. Nou ja, aan de ene kant wel. Ja, ik heb nu heel even de redstone torch bij de cooling coil weggeslagen, mensen. Want ja, het was eigenlijk niet normaal. We werden eerder onderkoeld dan dat we nog warm werden. En ja, we moeten gewoon eventjes een beetje een gelijkenis daarin vinden, zodat we niet meer dat probleem hebben. Maar daarom hebben we die temper ding gewoon nodig. Maar Ja, ja, precies. die ben ik mee bezig om te maken. Maar als ik een machine block weghaal en als ik ga naar de galamiezen, dan kun je opnieuw beginnen. Ja, dan kun je inderdaad weer opnieuw beginnen. Want, oh ja, dat had jij gedaan, hè, per ongeluk. Oh ja, dat was ik Ja, even nee, er staat vergeten. letterlijk bij van, hé, hey, je kan hem slopen, staat letterlijk bij pickaxe. Nou, dan denk je, nou, dan hebben we misschien een keer de luck aan je zijde. Ja, nee, ik snap wat je bedoelt. Maar wat ik even ga doen, ik ga even bij de quest bezig, mensen. Want ja, de questen zijn natuurlijk belangrijk in Forever Stranded. Guido is met deze bezig, de Regulator. Daarvoor heb je echt een heleboel dingen nodig. Dat gaat ook nog wel even duren voordat die helemaal klaar is, denk ik. Maar ik wil dan bezig gaan met deze quest. Dit is Technological Revolution. Ja, Zo. dat was even mijn mond Doe maar vol. weer, jongen, hé. Wat een luxe. En daar moeten we een paar dingen voor maken. Maar eerst wil ik even een paar dingen klaar gaan zetten. Hey, what the fuck? Er zit een husk in ons gebied. Ik weet niet hoe die er is gekomen, maar er zit dus ergens een kleine breach, om zo maar te zeggen. Oh. Maar ik moet heel even kijken, waar staat onze crucible? Wij hebben maar één crucible hier, ja. En we hebben volgens mij beneden hebben we nog twee van die crucibles liggen. Dus ik ga ze gewoon even allemaal neerzetten. En dan kunnen we heel snel lava produceren. Want we hebben natuurlijk binnenkort die quest met die obsidian toolstukjes, weet je nog? Die met Ja. die. Ja, je weet welke ik bedoel, hè? Ja. Oké, nou, ik pak heel even deze twee crucibles. Oh, jij hebt hier één furnace in gebruik, deze niet. Hier zit vuil dus nog in. Dat gooi ik even in de ore chest. Voor de Maar. record, ik ga dus op dit moment geen extractor maken, want die heb ik dus de vorige keer gemaakt en daardoor zijn we dus een soort van genaaid. Oh ja, doordat je die kapot sloeg, als het Ja, nou ja, ware. sowieso, kijk, je hebt hem op zich hebben we hem nu niet per se nodig, maar ik dacht, yo, easy rubber, weet je wel. Dus ik uit die Ja, machine block maak ik oké. er gewoon 8 iron ingots van, dat kan gelukkig. Ja, nee, ik denk dat je inderdaad voor die dingen heb je hier. Wacht even hoor. Hoe heette die ook weer? Glass? Heb je hier glass fiber cables? Ja, glass cables heb je hier. Ja, en ik zie hier ook al de glass fiber cables van Tekkit. En ik denk dat je die nodig hebt om. Ja, dat machine ding wat jij aan het maken was te poweren, die extractor. Ja, nee, weet je wat? Die kan lekker de tering krijgen. Ja, nee, dat begrijp ik. Oh, Dylan, je hebt ook een heating coil, wist je dat? Ja, een heating coil. En dat is dus weer. Daar heb je blaze rods voor nodig. Maar wat hebben wij nou gedaan? Wij hebben natuurlijk laatst die blaze spanner in die stad kapot gemaakt. Onwetende dat we dit moesten doen. Ja, Dus. maar er zijn toch nog wel meer blazers? Er zijn vast wel meer blazespanners, maar ik ben ze gisteren niet, of nou ja, gisteren, ja, gisteren in de aflevering ben ik ze niet tegengekomen om. Laten we vandaag een nether portal opbouwen. Ja, ik ben heel veel lava aan het maken, dat sowieso. En we hebben nog meer obsidian nodig, dus dat komt goed uit. We kunnen inderdaad een nether portal bouwen, want dan kunnen we even kijken hoe de nether hier uitziet. Ik ben wel benieuwd of dat nou gewoon een normale nether is, of dat daar ook weer tweaks in zitten natuurlijk. Want ja, deze wereld is alleen maar flat met zand en sandstone. Dus ja, wat zal dan de nether zijn? Zou die ook flat zijn? Ik weet niet, ik weet wel dat ik
humongous veel redstone nodig gaan hebben. Humongous veel redstone. Oh, dat klinkt niet goed, want ik heb ook wat redstone nodig. Ik weet niet hoeveel redstone er nog is. Nou, laat ik zo zeggen dat ik alleen al een redstone blok nodig heb en shit, dus... Even kijken, hoeveel redstone is er nog überhaupt? 10. 10 hebben we totaal. Dat is niet genoeg. Nou, daar ga ik redstone bij maken. Ja, nee, dat wou ik net zeggen. Ik ga even een hamer maken. Ik maak wel gelijk een diamond hammer, want we hebben zat diamonds. En dan ga ik even heel veel zand scheppen. Dan hebben we dust en daar komt het meeste redstone uit. Dus dat zal ik wel eventjes doen. Dan ga ik daarna verder met die quest. Want ja, we hebben allebei redstone nodig. En ja, er is nu al niet genoeg. Even kijken, waar hebben we hout? Hier hebben we sticks. Even kijken hoor. Crafting table. En dan eventjes een diamanten hamer. Dan kom ik zo terug met een heleboel dust. Ja, is goed. Want ja, dat is gewoon eventjes nodig nu blijkbaar. Nou, er zijn niet zo heel veel zombies. Zijn dit allemaal rubber trees, joh? Oh ja. Ja, ze zijn een beetje raar, omdat ik zei van what the fuck, man. Ja, hier zit wel een rubbertje in. Ik weet niet of die al automatisch is gegroeid, maar... Ja, dat blijft altijd opnieuw doorgroeien. Oh, dat groeit wel opnieuw door. Oké, ja. Ik wist het niet zeker meer. Ik moet zo wel de redstone torch terug gaan zetten bij de cooling coil, want ik krijg het hier warm. Oh wacht, buiten hadden we er ook één staan, hè? Ja, en ik heb hier binnen we hebben ook nog ik heb ook nog twee redstone torches in mijn inf. Oh, je hebt redstone torches. Oké, mooi. Nou ja, Diamond Hammer gaat lekker snel, dus ik heb heel snel wat dust zometeen. Ik hoop dat we even flink wat redstone krijgen, want ik denk dat je van een stekje ongeveer ook een stekje redstone zou krijgen, een stekje compressed dust. Weet niet. Nou ja, we gaan het in ieder geval proberen. Ik heb daarvoor 9 stacks dust nodig, maar dat is zo gebeurd, denk ik. hebben ze hier geen... Wacht, ga ik even kijken. Hebben ze hier wat? Loot bags. Nee, voor mij niet. Nee. Nee, hè? Nee, want nee. We hebben natuurlijk al heel veel mobs gekilld en ik ben nog geen één loot bag tegengekomen. Ja, dus... ik dacht misschien een dingetje of zo, zo'n recycler of zo, weet je wel, dat we misschien een beetje geluk zouden hebben, maar... Ja, nee, ja, je hebt hier natuurlijk wel weer die loot crates. Kun je die maken trouwens, als je even loot? Nee, die kun je niet craften. Je hebt wel een loot generator. Een loot generator? Wacht, ja. Loot. Maar je kan niet op het recipe drukken. Dus dat is waarschijnlijk een item die je moet vinden of zo in een tower of iets in die trend. Want je hebt... Sowieso, ik wil ook een keer nog zo'n dungeon in die we hebben gevonden. Eigenlijk zie je binnenkort een keer, want je ziet zoveel items die je alleen maar in dungeons kan vinden, dat daar moet iets goed zitten. Ja, klopt, inderdaad. Er moeten goede items zitten, maar als je kijkt naar wat we tegen zijn gekomen alleen al in die piramides en die stad is dan puur gemaakt volgens mij voor de smeltree, heb ik het idee. Want... kun je eigenlijk smeltery dingen maken hier? Dat denk ik wel. Seared bricks. Ja, je kan ze wel gewoon maken. Maar die stad die ligt alleen maar vol met allemaal smeltery spullen. Ik heb nog niks anders qua goede loot gevonden daar eigenlijk. Alleen maar elke keer smeltery dit, smeltery dat. Dus ik weet niet waar die stad dan nog meer voor is, want hij is heel groot. Het lijkt me niet dat je daar alleen heen gaat om weet ik hoeveel smelteries te verzamelen. Want je hebt er niet meer dan één nodig uiteindelijk. Nou ja... 2 is op zich wel handig, want anders heb je vaak dat van die vloeistoffen gaan combinen en dan krijg je dingen die je helemaal niet nodig hebt. Mm-hmm. Maar ja, I don't know. En die stad die zit er niet voor niks, dus er zal nog wel meer dingen verstopt zitten daar. Maar er zijn inderdaad ook zoveel items, wat je al zei, die je in chesten kan vinden en gewoon in loot, in dungeons. Dat ik zoiets heb van, ja, eigenlijk moeten we eerst volgende aflevering maar weer een keer gaan moven. Alleen... Dan komen we met het probleem. Wij moeten van die maaltijden gaan maken, man. Ja, we moeten alles gaan maken. Ja, we moeten een heleboel gaan maken. Maar als we echt willen gaan travelen, dan moeten we van die maaltijddingen hebben. Omdat alleen appels en of alleen peren of alleen peaches of dat soort dingen... Dat ja, hield bijna niet aan food. En aangezien je geverifieerd moet eten... Geverifieerd moet eten. Ja, geverifieerd moet eten, kappa. Nee, maar gezien je gevarieerd moet eten, dan kun je dus niet een stack peaches meenemen of zo, weet je wel. Mm-hmm. Dus dat, ja, en als je gaat kijken, ik weet niet bij welke mod dat allemaal hoort, net zoals die lamp with mint sauce en zo. Die dingen geven heel veel, alleen dat kan pas als we meer vlees hebben. Ja, en daarvoor moeten we dus eerst 64 seeds halen, want dan kunnen we een kippenspal maken. Alleen waar ik dus weer bang voor ben, als we die kip in de hitte gaan zetten... Gaat hij dan ook dood? Jij denkt dat die kip in de fik vliegt of zo? Ja, nou ja, daar ben ik oprecht bang voor. Dat we dadelijk die dieren hebben. En dat we een farmpje hebben neergezet. En dat dadelijk opeens al onze dieren naar de... Oh, no. Ja, snap je. Zo kan je niet zijn. Dus ik, aan de ene kant ben ik best bang dat
totaal geen impact gaat hebben. Maar ja, ik weet het niet hoe dat werkt. En anders, ja, we moeten misschien even een keer testen of zo. Dat we eventjes een mop gewoon hier neerzetten. Kijken hoe lang die het overleeft. Maar dat zien we dan wel weer. Ik heb heel veel dust bij me. Ik weet niet of het genoeg is. Het is bijna een stack, denk ik. Bijna een stack compressed. Dus ik ga ze even samenvoegen. Even kijken, hoeveel is het? Oh nee, het is net iets minder. Het is, even kijken, ik denk ongeveer 40. Zo. En, hoppakee. Ik kan eigenlijk beter op een andere manier doen, want nu zie ik ze zelf heel de tijd door midden te splitsen in die crafting table, wat eigenlijk gewoon totaal niet nodig is. Maar, even kijken, ik heb 51 compressed dust. Dus... Give it to me. Alsjeblieft, heb jij 51 compressed dust? Daar gaat waarschijnlijk flink wat redstone uitkomen. Tenminste, laat hoop het ik. Hopen. Laat het hopen. Heb jij die andere redstone al gebruikt? Nee, oh, wacht, ik heb hier ook nog 4. Ik heb dit ook nog, dit nog. Nou, dan ga ik alvast even bezig met die andere quest. Daar heb ik een basic capacitor voor nodig. Mm-hmm. Basic capacitor. Daar hebben we gold, copper en redstone voor nodig. Even kijken, copper en gold, zo. Even kijken, gaan we eerst even de basic capacitor maken. Hoppakee, zo. Dan moest ik een redstone nog wat eens maken. Even kijken hoor, redstone, hoe heet dat ding? Hij staat hieronder, een redstone servo. Geen idee wat het is en waar het voor dient. Maar, is er geen andere manier om aan redstone te komen? Even serieus, want... Nou, nee. Momenteel niet. Ja, tenzij we straks, zeg maar, die machines gaan maken. Die automatische sieve machines en zo, dat wordt dan uiteindelijk de snelste manier. Want, maar, ik zal eens even kijken. Moeten we maar even voor de record. Hè? Ik vind het allemaal leuk wat we doen, maar is dat niet verstandig om ons daar misschien dan nu eerst op te focussen? Gezien de supplies die we allemaal hebben en gezien het feit wat we nu allemaal nodig steeds gaan hebben qua redstone en weet ik het allemaal. Ja, daar heb je wel een punt inderdaad. We kunnen ik vind het helemaal niet erg om nu te 7. Ik bedoel, ik zou wel gewoon lekker het doen. Ik vind dat boeit me echt helemaal niks. Maar het gaat me meer om van, oké, we hebben uiteindelijk het wel gewoon dus... toch nodig. Ja, ik denk dat we binnenkort inderdaad, maar daarvoor moeten we eerst steel hebben en dan moeten we dus hebben zo'n blast... Ja, maar meer steel. Want we moeten zo'n blast furnace gaan maken. Je weet wel, zo'n hele trage furnace met heel veel van die blokken. Zo die heb je... Waar heb je die nou nog meer? Heb je die nou ook in Tekkit? Ja, die heb je ook in Tekkit, nee. Die blast furnace. Die moeten we gaan maken. Dat is een beetje, ja. Maar goed, ik doe eerst even deze quest. Daarna ga ik me wel even focussen inderdaad op het maken van alvast een automatische farm. Heb je hier Colossal Chest trouwens in zitten? Weet ik niet. Oh nee, je hebt hier volgens mij helemaal geen Colossal Chest. Ik heb inmiddels al 20 redstone, man. Oh, nice. Kijk, dat schiet op. Maar even kijken, Light Engineering blok moest ik nog hebben. Light Engineering... Maar nu krijg ik al 3 keer niks. Oh, nou dat is dan wat minder. Je hebt je copper en iron voor nodig. Ik heb alles in mijn inventory, maar hij wil niet automatisch dat crafting recipe doen. Waarom niet? Nou ja, oké, dan doe ik het wel handmatig. Waarschijnlijk omdat je 2 verschillende soorten copper hebt. Maar het boeit eigenlijk niet. Even kijken, ik heb ook een light engineering blok. Daar krijg je er direct 2 van. En dan moet ik een tin wire connector. Nou, laat me raden, daar heb je tin voor nodig. Hebben wij tin? Ja, wij hebben tin. Even kijken, een tin wire connector. Ja, deze. Daar heb ik rubber en tin voor nodig. Oké, nou, die rubber hebben we ook al. Daar is Guido dus hard mee bezig geweest. Even kijken. En als het goed is, hebben we een nieuwe quest. Yes. In de oven zullen ook nog meer trouwens. Nog meer rubber als je nodig hebt. Ja, oh ja, hier 7 nog. Oké, nou ja. We hebben een quest complete. Alleen nou is het eventjes een moeilijk iets. Want je kan een paar dingen krijgen. Een super XP frame, punch frame, store XP. Een quad super crafting frame. En een super incineration frame. Ja, maar frame. Die frames zijn toch niks meer dan gewoon die plaatjes waar uiteindelijk een item op staat? Nou, er staat punch frame, burn stuff. Dus dat is eigenlijk gewoon een prullenbak. Ja, oké, maar goed, dan kunnen we net zo goed een cactus hier binnen neerflikkeren. Ja, daarom. Dus we gaan voor de lootkist, denk ik, gewoon weer. Kijk, die super XP frame is handig, daar kun je XP in opslaan. Ja, oké, maar goed, lekker boeiend. We gaan toch 10 keer dood. Ja, dat is tot waar. Tot nu toe nog. En, ja. en dat quad super crafting frame is gewoon een enorm groot crafting frame. Ja, nee, weet je wat? We gaan gewoon lekker voor de lootkist. Claimen maar weer. Ik heb hem geclaimd. Oké. Maar de vraag is, wat gaan we krijgen? Zal ik hem wat? Waarom kan ik hem... Oh, wacht, ik moest hem nog aanklikken. Claim. Zo. Oké, wat gaan we krijgen?
Ik heb een good loot. Wat heb jij? Oké, let op. Ik heb 5 iron ingots. Ik heb 4 uranium ingots. Ik heb 8 gold ore. Ja? Ik heb 8 nether quartz ore. Oh, nice. Ik heb een name tag. Ik heb een eye of ender en een ender pearl. Hé, hey, kreeg... Huh? Die reward komt me heel bekend voor. Volgens mij kreeg Eva die in de solo, in de off-play om dingen, wat dingen uit te vinden voor Forever Stranded, kreeg zij die reward exact hetzelfde ongeveer. Nou ja, ik open mijn dus ook. Oh, ik krijg precies hetzelfde. 5 really? Iron ingot, 4 uranium ore, 4 gold ore, 8 nether quartz ore, een name tag, een eye of ender en een ender pearl. Oh, en maat, we zijn gesaved, bedenk ik me nu in één keer. Hoezo? We hebben toch blazerrods nodig? Ja. Nou, van compressed dust save heb ik nu al 25 blaze powder. We maken een compressor, geven stroom en we kunnen blazerrods bouwen. Dat is waar ook trouwens. Je hebt hier natuurlijk... Oh, dat is... Ja, maar jij bent meer met die tech shit en die zit hier ook helemaal in. Yep. Dus jij weet al dat soort dingen nog. Ja, ik zou dat echt totaal vergeten, weet je dat? Oh wacht, die light engineering blok zal ik ergens anders in doen. Ik weet ook niet wat een light engineering blok is en waar we het voor nodig hebben. Maar ja, het zal vast uiteindelijk ergens voor zijn omdat het in die questlijn zit. Ik daal ondertussen ook echt even troep, wat ik even dus niks heb, even hierin hoor. Want... Ja, even allemaal, dit zijn gewoon tools en zo. Oh ja, die hout haal ik er wel even uit. Ja, maar ik doe het heel veel in, want ik ben aan 7 en ik heb allemaal dingen door elkaar. Nou het gekke is van deze mod, je krijgt hier bij het 7 nog meer spullen als dat we kregen bij Sky Factory, lijkt het wel, joh. Klopt. Tenminste, meer verschillende spullen, laat ik het zo zeggen. En ook al die ores en shit. Daarom zeg ik ook, eigenlijk moeten we gewoon onze smelter gewoon hier binnen neerflikken. Die hele grote die we nu buiten hebben staan. Ja, hier zo. Gewoon in het eind van dit halletje. Maar dan een keer buiten opnames eventjes weer helemaal slopen, want dat duurt gewoon eventjes. Ja, dat duurt even en inderdaad. Dan wil ik een beetje binnen in opname opbouwen, boeit me geen fuck. Maar dat weghalen, dat, daar ben ik zo 5 minuten mee bezig, man. Ja, dat is zeker waar. Maar ik ga even kijken, want er zijn nu 2 nieuwe quests weer unlocked. De ene is, moet ik 6 Flux Crystals maken? En dan krijgen we 4 Flux Crystals, 1 puur Nether Quartz Crystal, 1 puur Flux Crystal en 1 puur Circus Quartz Crystal van terug. Jezus. Hou even adem inderdaad, tering. En 1 keer een Sagmill. Oh, die is sowieso belangrijk. Nee, die hebben we nodig. Alleen, we moeten even, wat hebben we nou voor iets voor power dan? Want kijk, we hebben die coal generators gebeuren allemaal. Ja, nou, die zijn nog niet heel erg goed. Coal generators zijn een beetje zwak. Kijk, ik weet nu al, de machine die ik ga maken uiteindelijk om dus blazerrotsen weer van te maken, heeft stroom nodig als stroomstroom. Ja, en daarvoor heb je dus weer solar panels nodig in eerste instantie. Ja, want dat gaat niet daarmee, right? Dat kan hier gewoon niet mee ofzo, ik weet niet. Nou, ik weet totaal niet hoe het zit. Nou, ik zie wel dat we hier volgens mij, ja, hè? Je hebt hier ook hele andere solar panels. Ja. We hebben trouwens 47 redstone ervan gekregen totaal. Oké, maar... Ik zit even te kijken, maar... Wat moet je hier voor stroom doen dan? Wacht even, generator. Nou, je hebt hier wel meerdere generators. Je hebt hier een solar generator. Die hebben we denk ik nodig, man. Dat klinkt wel als een creative mechanical engineer, een sterling, een combustion generator, een zombie generator. Speed modifier, disenchantment, dead generator, ender generator. Ja, je hebt hier echt gewoon ontzettend veel verschillende generators. Alleen welke we precies nodig gaan hebben, I don't have a clue. Ik weet het echt niet. Ik weet dat we deze voor de stroom nodig hebben die we altijd gebruikten in Sky Factory. Alleen, heb je trouwens... Wacht even, dit vraag ik me af. Query? Nee, oké, dat hebben we dus niet. Oké. Maar goed mensen, ik ga deze video weer lekker afsluiten, anders gaat die te lang worden natuurlijk. We hebben in ieder geval wat progress gemaakt. We hebben weer een quest voltooid. We hebben weer wat ores erbij. We hebben wat rubber en weet ik veel wat allemaal. Het gaat in ieder geval lekker door. Alleen het is best wel hardcore en we weten ook niet precies wat we nog moeten doen. Of hoe we het moeten doen, laat ik het zo zeggen. In ieder geval mensen, als jullie een tip hebben, laat het lekker achter in de reacties. Vergeet natuurlijk niet even te liken, vergeet niet even te abonneren. Abonneer natuurlijk ook even op Duffy Games, linkje in de beschrijving. En mensen, dan zien wij jullie weer in de volgende aflevering. Later.